Hoe werk je met Google Drive? Je ziet hier de startpagina van WSKO. Klik op de link onder het wolkje. En log in met je WSKO.eu-account. Je komt dan op de algemene site met alle apps die je met jouw account kunt gebruiken. Je kunt hier klikken naar Drive en documenten. Of je kunt hier rechtsboven in de 9 blokjes kiezen voor Drive. Je ziet hier rechtsboven nog steeds de blokjes. Zo kun je steeds, waar je ook bent, naar de Google app die je wilt. Je ziet nu Mijn Drive. Mijn Drive moet je zien als jouw bestanden. Al deze bestanden zijn van jou en kun jij alleen zien en bewerken. Behalve als je ervoor kiest om deze te delen met je collega's. Als je nu een nieuw bestand of een nieuwe map wilt gaan maken, ga je eerst op de plek staan waar je die wilt hebben. Dus bijvoorbeeld, ik ga naar de werkmap en hierin wil ik een bestand maken. Dan klik ik hier linksboven op nieuw. En dan kan ik kiezen voor een map. En die komt dan in de werkmap te staan. Dus de plek waar je een nieuw bestand aanmaakt, daar zal Google hem ook opslaan voor jou. Als ik dan in die map een document wil maken, klik ik weer op nieuw, linksboven de blauwe knop. En klik ik op Google Document. Nu kun je aan het werk. Hier kun je een titel typen. En één tip, klik gelijk even linksboven op naamloos document. Dan neemt hij de titel over, het eerste woord die je hebt getypt. Als ik hem nu wegklik, dan slaat hij hem automatisch op in de map waar ik hem heb gestart. Je zag net naamloos document, hij verandert hem snel in titel. Elke letter die je typt, wordt meteen opgeslagen door Google. Hier ben ik weer in mijn Drive. En kan ik weer naar de map. Daar zie ik de testmap en mijn document.